Yo, wat up gasten, welkom bij deze hele spectaculaire show. Vandaag zijn de gasten Jordi en Juri. En wij hebben heel veel leuke vragen. Welkom bij Vraagje Vrijdag. En natuurlijk bij elke Vraagje Vrijdag horen prachtige vragen. Juri. De vragenmeister. Oké, jongens, de eerste vraag is blind of doof? Ik heb doof, dat is simpel. Ik heb een hele dag tegen Jordi aan mogen kijken, dus dan wil je niet blind zijn. True that. Ik zou liever daily blind zijn. Daily blind? Even tussendoor, hoeveel voetballers ken jij, Jordi? Nou, dan beginnen we natuurlijk bij Wesley Sneijder, Kuyt, Robben. Dat was Arjo Robben dan hebben. Nog twee te gaan. Ja, wacht even. Het komt. Ja, ik weet ze allemaal wel. Nistelrooy zit niet meer met fucking Nistelrooy. Nee, die is al heel lang. Niet, hoe lang al? Al 6 jaar. Oké, laat hem maar zitten. Oké, welk dier haat je het meeste? PS, Bardo Ellis is geen dier. Ik heb een nek aan muggen. Obviously. Muggen zijn kut. Ik heb een beetje alles wat insecten en vissen. Een spin is geen insect, hè? Wist je dat? Nou, ik vind wel. Het is een geleedpotige, dus ik voeg daar geleedpotige aan toe. Geleedpotige? Oh ja, jongen. De biologieleraar was altijd in de klasse van: jongens, kunnen jullie alle diersoorten opnoemen? Je hebt natuurlijk zoogdieren, je hebt insecten, maar je hebt ook geleedpotigen! Ja, wist dat niet! Dat is Jordi echt in de klas. Oké, jongens, dit is het huiswerk van vorige week. Je bent paragraaf 3 vergeten, mevrouw. Kut, Jordi. Dat is Jordi gewoon, in een notendop. Vroeger deed ik dat wel, maar toen later begon ik te bedenken dat mensen dat niet altijd lang doen. Een paar keer elkaar slaan. Ja, een paar keer blauwe ogen. Als je het hebt over neukende vliegen op mijn knie, dan waren we dat zo. Niet dat we het erover hadden, maar ze waren er wel. Niet meer kunnen plassen of niet meer kunnen poepen? Wacht maar. Heb je het dan nooit meer? Dan kan je het niet meer doen. Dan heb je altijd het gevoel dat je of heel erg moet plassen, of heel erg moet poepen. Ik zou nooit meer willen pissen, denk ik. Pissen? Weet je wat het is? En daar ben ik het wel mee eens. Er is een gezegde. En dat is goed gepoept is half geneukt. Het is wel zo. Het is gewoon goed gepoept is half geneukt. En het nadeel is... Ga je nog uitleggen waarom die dat spreekt? Nou ja, ik denk dat de mensen die hebben geneukt en gepoept in hun leven, die kunnen nog wel denken, ja, hier zit wat in. Ja, nu klinkt het alsof we het hebben over poepseks. We hebben het niet over poepseks. Ja, ga ik door. Maar nee, wat ik wil vertellen is het volgende. Plas, dat stinkt veel minder dan poep. Dus stel je hebt een ongelukje, dan is plas veel fijner dan poep. Okay. Maar desondanks, ik heb vertrouwen in mezelf, ik zeg gewoon ik wil poepen. Okay, nooit meer plassen. Ik vind pissen gewoon leuk, weet je. Maar je moet ook veel vaker pissen dan poepen, hè? Dat is ook. Nee, dat heb ik niet. Oh. Nee? Nee, ik pis 1 of 2 keer per dag. Nee, volgende vraag. Skype of Teamspeak? Skype doet het mij nooit. Skype. Omdat het bij Juri nooit doet, heb ik de tijd van mijn leven. Hey Bardo. Hey Bardo. Dan zie je mij achter mijn computer. En ik merk in dit chaos die uit aan en erin. Ja. Ik ga voor Teamspeak, want dan ben ik niet alleen, want Juri gebruikt het ook. Hey. Swag. Oké, leef op Mars of leef op de maan? Wat is het verschil? Ik zou je zeggen, ik ga liever naar Venus, want daar komen vrouwen vandaan. En Venus remt heel groot op. Mijn penis! Ah! Ik heb ooit gelezen dat iedere penis heeft een afwijking naar een bepaalde... Ja, weet ik dan vaak. En ik weet het eigenlijk niet meer wat voor kant bij mij is. Het is ook leuk. Mijn penis is extreem rechts. Ja, mijn ook rechts. Die is zeg maar, ook als hij staat hij gewoon naar rechts. Helemaal naar rechts. Ik kan ook geen Marokkaanse meisjes doen. Zegt die, hup, land uit. Die opmerkingen hier. Dit gaat je leven nog een keer kosten, Juri. Ja, maar ja, dit kost mijn leven. Het komt toch op een All-White channel. Dit is voor de Discovery Channel, deze video. Precies. Documentaire. Nee hoor, no racist. Jordi, hoeveel mannen heb je afgezogen? Ik tel tweelingen, ik tel het voor 1 of 2. Allebei de piemels. Elke piemel is los verteld. En ik moet wel zeggen, als iemand maar 1 bal heeft, telt hij half. Dat is dan wel zo. Je ziet Juri. That's right. Okay, laatste vraag. Handen als voeten of voeten als handen? Handen als voeten. Ja, ik ook. Om handen lopen zou me best vet lijken eigenlijk. Ja, maar kijk, even serieus. Iedereen die kiest natuurlijk handen als voeten. Want handen zijn veel praktischer. Ja. Maar, als ik dan de enige ben met voeten als handen... Dan word je aangezien als een mogol. Nee. Dan score ik bij alle chicks met een voetfetish dubbel. Nee. Jawel, en het enige nadeel moet ik wel zeggen is... Als ik dan kan neuken met zo iemand met een voetfetish, dan heb ik een probleem met mijn... Ja, maar stel je voor, dan heb je voeten aan je handen en aan gewoon normale voeten. Dus dan kan je gewoon eigenlijk als een paard kan je rennen dan gewoon. Dan heb je 4 benen in principe, dus ja, heb je 4 benen.
chill. Ja, en dat gaat ook echt lukken. Ja, als je ziet hoe die dieren neuken, ik doe het niet. Nou, wij zijn die dieren komen binnen 10 seconden klaar. Bardo is dan meer een paard met 4 voeten. En wij zijn dan meer apen met 4 handen, weet je wel. Dan kunnen we boven klimmen en shit. Hoor. Dat was het voor deze keer. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het vet, video, laat dan een groen duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op Brian & Town. Tot de volgende keer bij een nieuwe Vrijdag. Later. Later.